deze video is de identiteit van de mol nu bijna duidelijk. Opdrachttitels die naar de mol wijzen en de mol zit op dezelfde stoel als de afgelopen afvallers. Hey alle, ik ben Tim en ik neem elke zondagochtend om 8 uur de hints en theorieën van Wie is de Mol met jullie door. En in deze video aflevering 3 Vragenvuur. Maar voordat we de afleveringstitel gaan bespreken, Mollenstreken zit wederom de afvaller te spoileren. En nu al tot 3 afleveringen toe. Afrotros had natuurlijk bevestigd dat Mollenstreken dit natuurlijk nooit kan weten. Maar ik begin er wel heel erg aan te twijfelen, aangezien deze aflevering gewoon weer gebeurt. Voor nu weten we in ieder geval dat Kees ook nog rood was in die Mollenstreken video. En we gaan zeker opletten deze week of er nog andere kandidaten rood worden. Zodat we misschien uiteindelijk gewoon alle afvallers op een rij weten. Dus pas in ieder geval op met je punten in aflevering 4. Goed, de titel van de aflevering is natuurlijk Vragenvuur. En dat kan slaan op opdracht 1 van het Vragenvuur van Rick. Jeroen is hier vrij fanatiek en probeert zoveel mogelijk vragen te krijgen. Kan voor de rest ook slaan op de vragen die de kandidaten stelden aan elkaar in de tweede opdracht. En tot slot, in de laatste opdracht stellen Jeroen en Anna vragen aan de mensen op straat. En Jeroen tekent in dit shot een letter M. En de M is natuurlijk de eerste letter van het woord mol. Kan uiteraard ook ver gezocht zijn, maar het is wel heel interessant. Goed, opdracht 1, de violen stemmen. De kandidaten denken dat ze de muzikanten goed moeten onthouden, terwijl ze vragen krijgen over de nummers. Fons had het hierbij over de kleding ineens. En Tooske had het ineens over dat ze moesten gaan letten op de gezichtsbeharing van de muzikanten. Zijn het gewoon onwetende kandidaten? Of probeert de mol hier gewoon een beetje rare verwarring te veroorzaken? Dan een theorie van Noah Milsen. Jeroen gaf veel goede antwoorden in opdracht 1, maar speelt wel geld uit de pot, omdat hij steeds zegt, we doen nog een liedje. Zo raakte hij natuurlijk niet verdacht, want ja, zolang jij zegt nieuw nummer en de rest gaat mee en daardoor kan je geld verdienen, is het minder verdacht. Erg goede molactie, zeker waar, maar het viel nog wel op dat Kees Jeroen een kus gaf van blijdschap. Is de mol blij dat er niet veel verdiend wordt en dat Jeroen veel nummers wilt? Verder heeft Jeroen in zijn biecht tijdens deze opdracht het nog over stoom afblazen van alle vorige dagen. Wilt hij in deze opdracht proberen zo min mogelijk geld binnen te halen, omdat er bij de vorige opdrachten steeds veel geld binnenkwam? Oftewel stoom afblazen. Ook ging het bij het derde nummer nog even goed fout. Kees verzon het woord verstotene en Jeroen ging er mega snel in mee. Maar deze was natuurlijk uiteindelijk fout. Is Kees of Jeroen hier misschien een beetje verdacht? Dan bij lied 4 ging het ook fout. Hier wordt er gezegd dat het nummer van een wals is op een bruiloft. En Rosario gaat hier vrij snel in mee, onze muziekkenner. Maar het bleek uiteindelijk toch om sport te gaan, wat Tooske en Fons enigszins als eerste bedachten. En er zit best wel veel verschil tussen een sportnummer en een bruiloftnummer. Beetje vaag. Verder in de opdracht wil Justin echt heel graag stoppen. Logisch natuurlijk, er waren al heel veel nummers geweest. Fons springt er hierbij in en zorgt ervoor dat er toch nog 1 nummer wordt afgespeeld. Hij had het natuurlijk ook gewoon heel makkelijk kunnen stoppen. Dus dat is ook wel weer verdacht van Fons natuurlijk. En dan tot slot in deze opdracht valt het op dat Rian mega stil is. We horen haar volgens mij echt geen 1 keer iets zeggen. En Rosario die geeft ook niet heel veel input in deze opdracht. Dus Rian en Rosario, ik weet niet zo goed wat ik met jullie moet. Wil jij elke week hints en theorieën over deze topkandidaten? Abonneer dan zeker hieronder. En bij de 2500 abonnees ga ik een hele leuke Wie is de Mol giveaway doen. Abonneer dus! Vervolgens opdracht 2, stad en land aflopen. En bij deze titel had Noah Zeeuwse weer een hint. Fons en Tooske lopen namelijk stad en land af op weg naar het goede kruispunt. Nou ja, Tooske en Fons zijn namelijk best wel lang onderweg naar het kruispunt waar ze moeten zijn. En dit kan heel mooi slaan op de opdrachttitel. Verder was deze opdracht heel chaotisch. Het valt op dat Rian wederom weinig in beeld is. Is de mol in haar eentje stiekem aan het mollen? Ook heeft Rosario geen idee waar die heen loopt, want hij heeft de kaart achtergelaten bij Rian. Heel slim natuurlijk. Verder blijft Tooske maar een beetje stilstaan op dezelfde locatie, terwijl ze een beetje rondjes aan het lopen is.
Ze had ook heel makkelijk gewoon nog een straatje verder kunnen lopen. Daar was op zich nog wel net genoeg tijd voor. Vervolgens komt Tooske Anna tegen en oppert Anna om toch met Tooske verder mee te lopen en te zoeken. Kan een hele goede anti-molactie zijn van Anna, want ze wil Tooske gewoon even nachecken of ze niet gewoon langs een kruispunt is gelopen. Dan nog een opvallende actie van Rian aan het einde van de opdracht. Als de kandidaten namelijk de puzzel proberen op te lossen, zegt zij helemaal niks. Maar na afloop van het oplossen van de puzzel zegt ze ineens dat zij alles had opgeschreven. Maar ik vind het dan wel vaag dat ze dan in eerste instantie niks heeft gezegd tegen de andere kandidaten. Van goh, misschien moet de puzzel anders. Het is wel een goede molactie van Rian. Wil jij dagelijks praten over hints en theorieën met andere moloten? Join dan de WhatsApp groepsapp en de links staat hieronder in de beschrijving. Dan de toekomsttest. Opvallend is dat Jeroen te zien is met een soort maskertegeltje. Is dit omdat Jeroen twee gezichten heeft, net zoals een mol? Dan even de resultaten. Het resultaat van Kees weten we niet. We weten niet op wie Kees zit. Erg verdacht. Rosario spreidt vooral. En die zet zijn toekomstvraag in op dat de mol in de hotelkamer zou zitten. En uiteindelijk zaten daar Justin en Fons. Dus daar kunnen we een beetje van uitgaan dat Rosario dus tijdens de test een beetje op Fons zat. Als mol, want ja, Justin is natuurlijk afgevallen. Dan Justin, hij volgt zijn gevoel en gaat op een vrouw. En hij vult een testvraag in dat Jeroen niet de mol is, want hij vult de vraag in. De mol heeft niet de antwoorden genoteerd bij de muziekopdracht. En dat was Jeroen. Dan Fons. Die zit op Anna, Rian en Tooske en heeft zijn vraag ingevuld op de mol is een vrouw. Dan Jeroen, die zit vooral op Tooske. Jeroen gaat proberen de mol niet de tickets te laten pakken van Rick. Uiteindelijk pakte Kees de kaarten van Rick. En Jeroen zit vooral op Fons, dus hij is heel erg blij dat Kees de tickets heeft gepakt. Dan Tooske, die vindt Kees verdacht, Rian ook verdacht en Jeroen ook wel een beetje verdacht. Dan Rian, die is de weg kwijt zoals gewoonlijk. En die zit vooral op Tooske en Kees. En Anna is bij haar een beetje weggeëpt. En zij vult in op de vraag, was de mol aanwezig op de eindbestemming van de opdracht met de wereldsteden? Ja in. Dan Anna, die is aan het spreiden tussen Fons, Tooske en Jeroen. En vult op de vraag of de mol staand de Macarena danst? Ja in. Toen opdracht 3 ermee worstelen. Het groepje van de show is Rosario, Rian, Tooske en Kees. Rian doet een goede anti-mol actie. Die maakt namelijk foto's van Tooske die een worstelaar al heeft gefotografeerd. Ik neem mijn woorden terug. Het is denk ik toch een mol actie. Want Rian maakte niet echt goede selfies. Ze maakte gewoon meer een selfie van haar neus en dan op de achtergrond Tooske. Denk niet echt dat dit een goede anti-mol actie is. Dan Rosario, die stuurt meerdere worstelaars door op 1 foto. Dat mocht niet. Rosario molt hier dus best wel erg. En Kees, die zegt daar iets van. En dat zou de mol juist nooit doen, daar iets van zeggen. Als iets fout loopt, gaat de mol niet zeggen van, goh, doe dat niet. Dat gaat de mol er gewoon lekker in mee. Maar ja, Kees die zegt daar wat van. Dus dan kun je eigenlijk erop leiden dat Kees misschien niet de mol is. Verder nog een hint van Noah van der Veer. Bij deze opdracht maakt Tooske namelijk een selfie met het logo van de mol in de achtergrond. Alhoewel, het lijkt het logo van de mol. Is niet helemaal scherp genoeg, maar het is in ieder geval wel heel erg leuk gevonden. En Noah heeft verder ook nog een theorie naar Rosario. Hij zegt namelijk in zijn biecht, hier ben ik. Laat hij hier zichzelf zien als mol? Uiteraard weet ik dat hij een beetje doelt op de worstelaars die een beetje op een hoger vlak gaan staan van goh, dat de worstelaars zeggen, hey, hier ben ik. Maar hij is leuk gevonden. Voor de rest zaten op de hotelkamer Justin en Fons. Die deden het best wel prima. En op straat Jeroen en Anna en die deden het ook best wel prima. Dan de eliminatie. Hier valt op dat Rian wederom op dezelfde kleur stoel zit als de afvaller in deze aflevering. En dit was ook al zo in aflevering 1 en aflevering 2 en is dus best wel verdacht. En we gaan dit zeker in de loop van de afleveringen ook nog weer in de gaten houden. Verder heeft Fons al 3 afleveringen op rij geen scherm gezien. Is ook best wel verdacht en in de gaten houden. Maar Justin valt af en geeft het penningmeesterschap aan Fons. Betekent dit dat Fons dan sowieso juist een kandidaat is? Misschien heeft Justin wel tunnelvisie gehad op Fons en hiermee te weten gekomen dat Fons niet de mol is. En uiteraard krijgt ook Justin een stukje Topito. En om daarbij aan te sluiten zien we in de promo van de volgende aflevering 3 kisten staan. Die de kandidaten
waarschijnlijk kunnen openmaken. Zit hier in elke kist één afvaller? Ik hoop alleen persoonlijk niet dat er een afvaller in het spel terugkomt, want dat zou natuurlijk niet heel eerlijk zijn voor de rest van de kandidaten. We gaan het in ieder geval zien. Dan een fout in de app, direct na de aflevering. In dit screenshot die ik doorgestuurd kreeg van Tim, ja, niet ik, maar een naamgenoot, is te zien dat de statistieken van de kandidaten totaal niet kloppen. En ze staan 100% op Kees ingezet. Echter, waarom Kees en waarom geen andere kandidaat? We weten uiteraard dat in de finale er alleen nog ingezet kan worden op de mol. Want dan is er zeg maar nog één kandidaat die nog gekleurd is, de rest is allemaal zwart-wit. Is Kees dan de laatste die overblijft en dus de mol? Dan gaan we even terug naar de vorige aflevering. Hier is namelijk een testvraag te zien met een spelfout. In plaats van Olympische Spelen staat er Olympische Spelen. Er mist dus een letter P. En Rosario heeft een tattoo van een letter P. Misschien erg ver gezocht, maar wel goed om in de gaten te houden. Dan wil ik jullie nu weer bedanken voor het kijken naar deze video. Abonneer zeker voor de 2500 abonnees, want dan komt er een leuke giveaway. En dan zeg ik voor nu, laters.